Gelukkig heeft het weer geregend, want de droogte werd een probleem. Wat is droogte eigenlijk, volgens Gerard Jannink? Ik kan je wat vertellen over de droogte. Hè. Iedereen praat op het moment dat het zo droog is. En dat de planten daar last van hebben. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo droog. Hè. Op het moment is de zon ook heel warm. En als de zon heel warm is, dan gaan planten die... gaan zichzelf daarvoor beschermen. Normaal staan de bladeren die staan zo in het zonlicht. Dat zijn grote zonnecollectoren en die vangen het zonlicht op. Maar als het zonlicht te warm wordt, dan worden die bladeren ook warm. En doordat die bladeren warm worden, gaat het water in de bladeren koken. En de planten beschermen zich door het water dan terug te laten gaan in de wortels. En dan gaan de bladeren hangen. En dan denkt iedereen dat de planten verdrogen. Maar ze verdrogen niet. Dat is puur omdat het te warm is. En dan 's ochtends, in de ochtend, dan krijg je weer de ochtendnevel en de avondnevel. En dat is vocht van de grond wat omhoog gaat. En dat vocht wat omhoog gaat, dat kunnen de planten ook gebruiken om weer van te groeien in een droge periode, als het een lange tijd niet geregend heeft. En in de bodem is alles nog vochtig, dus dat betekent dat het niet te droog is, maar dat het vocht op een andere manier zich verplaatst. Maar het grote probleem momenteel is niet met die dauw. Er zijn akkers die zijn bespoten met landbouwbestrijdingsmiddelen. En die bestrijdingsmiddelen die zitten in dat water wat in de ochtenddauw omhoog gaat. En in de ochtenddauw komen dan die bestrijdingsmiddelen te zitten. En als dat opgevangen wordt door de bladeren, wat die planten dan in een droge periode gebruiken, dan krijg je beschadigingen aan de bladeren en dan zijn de bladeren lek. En als ze lek zijn, hebben die planten twee keer zoveel water nodig. En dat is ook het probleem in de landbouw, dat de planten veel meer water nodig hebben dan vroeger. Gewoon omdat de bladeren iedere keer beschadigd worden, ook van de cultuurgewassen. En dat hebben de mensen niet in de gaten. En dat is een groot probleem. En dan kun je hierboven aan de boom ook zien, dat midden in Almelo ook al die bladeren van de boom beschadigd zijn. En die beschadigingen, dat is het grote probleem. En dat is wat de mensen zien als droogte. Maar dat heeft een hele andere oorzaak.